De tweejarige hond Boran zit sinds 4 weken vast vanwege een bijtincident bij een bushalte in Breda-Noord. Zijn baasje, Bredanaar Richard Hugens, heeft er begrip voor dat Boran nu wordt onderzocht op agressief gedrag. Maar hij is er boos over dat hij Boran van het Openbaar Ministerie niet mag zien en niet weet hoe het met hem gaat. Daarom hield de Bredanaar donderdag 7 uur lang een mini-demonstratie voor het gebouw van de rechtbank in Breda. Ik wil bereiken dat ik minimaal 1 keer per week iets te horen krijg of te zien krijg met hoe het met mijn hondje gaat. Heeft u al iets gehoord van het Openbaar Ministerie? Op het moment dat ik vooraf nog niet in protest was, heb ik eigenlijk helemaal niks gehoord. Het Openbaar Ministerie meldt dat Boran volgende week getest gaat worden.